Er loopt geen eerlijk proces tegen directielid Farhanas Houssil en ex-governor Robert van Trict van de Centrale Bank. Als deze verdachten vervolgd worden, moeten ook andere individuen die als verdachten aangemerkt moeten worden, onderworpen worden aan de wet. Dit zei advocaat Raoul Lobo vanmorgen aan journalisten na afloop van de rechtszaak, waarbij Houssil en Van Trict terecht staan voor het financieel benadelen van de staat. Ik heb het ook aangehaald en ik heb het niet voor niets aangehaald. Wat hebben wij te bewijzen? We hebben niks te bewijzen, toch? Ja, toch? Maar als zij niet willen vervolgen, nou, dan hebben wij een probleem en zij ook. En dat gaan ze merken tijdens Dupliek, dat zij dan een probleem hebben. Want zij zijn gebonden ook aan de beginselen van een goede procesorde. En kennelijk vinden zij dat niet, dat zij daar niet aan gebonden zijn. Want we hebben nog geen enkele beweging gezien in de zaak bijvoorbeeld van Suknandan, Ori. Ook Kerpalani, die heeft ook wat uitspraken gedaan. Ja toch? Dus we willen niet zeggen dat ze schuldig zijn. Maar als deze onschuldigen vervolgd moeten worden, dan moeten die andere onschuldigen ook vervolgd worden. Dat heb ik de vorige keer gezegd. Dan moeten alle onschuldigen vervolgd worden. Advocaat Merwin Dubois, die samen met zijn collega Lobo van Trict en Houssil bijstaat, zegt dat de verdediging geprikkeld is geworden door de verklaring van de officier van justitie tijdens het repliek. De advocaten in de zaak zullen zich volgens Dubois voorbereiden om terug te komen op de weerlegging van het Openbaar Ministerie op 12 augustus. Naar mijn mening heeft de hoofdofficier, enkele interessante punten naar voren gebracht. En die interessante punten hebben ons natuurlijk geprikkeld om die zo snel als mogelijk te gaan weerleggen. En met zo snel als mogelijk bedoel ik dan 12 augustus. De repliek van de officier komt kort en krachtig erop neer dat niets wat de verdediging naar voren heeft gebracht juist is. Althans, niet past, niet voldoende is om het strafvoorstel van de vervolging te weerleggen, dan wel niet gedaan te doen krijgen. Dus ze vraagt aan de rechter om het strafvoorstel over te nemen, omdat zij de mening is toegedaan dat er niet genoeg, dan wel valide gronden zijn aangedragen om dat voorstel niet over te kunnen nemen. Raoul Lobo, raadsman van directielid Farhanas Houssil en ex-governor Robert van Trict van de Centrale Bank. Volgens Lobo zijn tijdens de behandeling van de zaak vandaag veel punten naar voren gekomen, waardoor hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van de trias politica. Hij stelt dat mensen tegen wie evenveel bezwaren bestaan in deze case vrij rondlopen. Dubois merkt op dat hij gelooft dat de rechter uiteindelijk een rechtvaardig oordeel zal vellen.